tweede graad vergelijkingen zijn vergelijkingen met een kwadraat erin. Ze worden ook kwadratische vergelijkingen genoemd. Tweede graad vergelijkingen kunnen twee termen bevatten. Ax tot de macht 2 plus bx is 0 en ax tot de macht 2 plus c is 0. Of ze kunnen drie termen bevatten. Ax kwadraat plus bx plus c is 0. Ax kwadraat plus bx is 0 kan opgelost worden door om te schrijven naar de vorm x, haakje openen, getal keer x min getal, haakje sluiten, is 0. Dat kan verder uitgewerkt worden naar x is 0 of getal keer x min getal is 0. Dit kan versimpeld worden tot x is 0 of x is getal. Ax kwadraat plus c is 0 kan opgelost worden door om te schrijven naar de vorm x kwadraat is getal. Als het getal negatief is, heeft de vergelijking geen oplossingen. Als het getal positief is, kan het verder uitgewerkt worden naar x is getal wortel of x is min getal wortel. Ax kwadraat plus bx plus c is 0 kan op twee manieren worden opgelost door te ontbinden of om met de ABC-formule bezig te gaan. Bij het ontbinden wordt het omgeschreven naar de vorm x plus min getal is 0. De getallen moeten opgeteld gelijk zijn aan b en vermenigvuldigd gelijk zijn aan c. Dat kan gesplitst worden in x plus min getal is 0 of x plus min getal is 0. Dit kan uitgewerkt worden tot x is getal of x is getal. Als het niet gelukt is om de vergelijking op deze manier op te lossen, kan de ABC-formule worden gebruikt. Die is met d is b kwadraat min 4ac. Eerst wordt de d, ofwel de discriminant, berekend. Er geldt d is kleiner dan 0, er zijn geen oplossingen. D is 0, 1 oplossing. Of d is groter dan 0, 2 oplossingen. Daarna kunnen de getallen ingevuld worden in de ABC-formule. De formule moet uitgewerkt worden tot de vorm x is getal of x is getal. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.